buitenbaan. Christine Aafdink. En het ziet er goed uit. We zijn een uur later gestart omdat het ijs niet goed genoeg was. Een opening van 10-6 is goed voor Christine. En dan gaat ze die eerste bocht in. Het ziet er allemaal goed uit. Je kent haar slag. Je kent haar beweging. Je weet dat ze groot en zwaar is. En dat het niet snel oogt. Die laatste binnenbocht in. Die altijd moeilijk is voor iemand met een groot en sterk lijf. Waar ze breed uitkomt. En dan op de finish af. En wat moet je dan zeggen? Je kijkt naar die klok en ze zet 40-66 neer. En nauwelijks een emotie op de gezicht. Later. Als het goed gaat, dan zie ik je in de medailles. Dat zie je aan de tijd ook. De kanshebbers, en zij moeten vragen beantwoorden aan journalisten die nauwelijks weten wat er te doen is met schaatsen. Want kijk maar, 192 mensen kwamen op deze persconferentie af. En aan Bonnie Blair werd bijvoorbeeld gevraagd of ze het Europese eten wel lekker vond. Amerika en schaatsen, ze hebben niets met elkaar te maken. Maar het verschil in cultuur is duidelijk. Het verschil overigens in de kranten is ook te zien. Zulke piepkleine stukjes.